Ja, als je kijkt hoe eerst zelf spelen, gewoon goed. Dat creëert veel kansen. Tweede helft krijg je zo snel de goal tegen en een rode kaart. En dan wordt het moeilijk. Zelfs met 10 man bleven jullie best goed overeind. Ja, klopt. Maar ik denk dat we het zelf zo ver hebben laten komen. We zijn nog tegen elkaar in de kleedkamer. Laten we het goed beginnen, de wedstrijd. Het eerste kwartier 20 minuten doorkomen tegen Feyenoord. En doorgaan hoe we de eerste helft speelden. En dat doen we niet. Je krijgt de goal snel tegen. Het publiek gaat erachter staan. Je krijgt een rode kaart en dan wordt het heel moeilijk. Yeah, I think this was for fans. It was really amazing game, but for us, like players, it was really good game till I don't know in 60 minutes was red card. Dan krijg je ook nog het fenomeen Robin van Persie. Hè? Wat was dat dan? Toch een prachtige vrije trap. Ja, natuurlijk. Die heeft zoveel kwaliteit en je weet dat hij een wedstrijd kan beslissen en dat heeft hij vorige week gedaan en dat doet hij nu weer. Ja, jij kent hem goed, hè? Ja, nee, ik ken hem heel goed en qua voetballen kent iedereen hem denk ik wel. Maar jij kent hem van United natuurlijk. Ja, en ik weet dat hij die kwaliteit heeft. Ik was er al bang voor toen die vrije trap op die plek kwam.